In de Aziatische culturen voeden zij de kinderen op ook met het gedachten dat je moet eerst in verbinding met jezelf zijn om in verbinding met anderen te kunnen aangaan. En dat was voor mij de gedachte dat dan aan boven kwam toen je vroeg van wat is het verschil tussen de eerste en de tweede deel. Omdat voor mij de eerste deel, toen alleen de muziek en de installatie zat, was het moment dat ik verbinding met mezelf maakte. En dat was de voorbereiding, de stap om in het tweede stuk, toen jij in het midden stond, om ook verbinding met u te maken en dan ook op een bepaald moment ook met het publiek rond u om. Hè. En dat vond ik zo een heel mooi opbouwende element in uw gevoel en uw ervaring en in uw beleving.